Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smitfonds. In deze eerste uitzending van Vennerij van Toen in 2021 maken we een uitstapje naar onze Brabantse buren. Voor en na de oorlog vierde het gezin van schilder en kunstenaar Kees Ducé uit Bussum regelmatig vakantie in Vierlingsbeek. Als amateurfilmer maakte hij mooie beelden van het dorp en het dagelijks leven in de omgeving van Vierlingsbeek en Vennerij. Kijkt u mee wanneer de familie Ducé onder andere kasteel Makke bezoekt. Het kasteel Makken was vroeger een kasteel nabij Vierlingsbeek en Holthees. Het kasteel, dat vermoedelijk dateert uit de 15e eeuw, wordt in 1806 gesloopt. Alleen de voorburg staat nog overeind. De resterende gebouwen worden nog gebruikt als boerderij door de familie Stoffes. Kinderen Ducé genieten hier van het boerenleven en maken een rondje op de paarden. Kousen stoppen. Wie kent het nog? Wanneer de familie Ducé na de oorlog weer terugkeert, zijn de overgebleven gebouwen veranderd in een ruïne. Het dorp wel voor de oorlog, met een mooi aanzicht van de kerk en de Maas. Wel heeft een prachtig kasteel. Het kasteel dateert uit de 14e eeuw en werd gebouwd aan een waterburcht, hoewel dat het niet aan een rivier ligt. Het kasteel is van 1771 tot 1852 in bezit van de familie De Lidl. Het kasteel bestaat uit het hoofdkasteel en een voorburcht. In 1944 raakte het kasteel zwaar beschadigd door het oorlogsgeweld. Gelukkig is het kasteel daarna weer hersteld.
Zoals in veel plaatsen beginnen ook de inwoners van Well met het puinruimen en herstel van hun dorp. Ook de kerk ligt grotendeels in puin. De familie Ducé maakt ook verder uitstapjes, zoals naar Boksmeer met zijn karakteristieke kerktoren. Het mooie centrum en de winkelstraat. Als men na de oorlog Boksmeer weer bezoekt, ligt het mooie centrum nog volledig in puin. Ook de kerk ziet er troosteloos uit. Ondanks de trieste aanblik van Boksmeer vindt al snel de eerste naoorlogse kermis plaats. Na alle ellende zijn de burgers toe aan een stukje plezier en ontspanning. De bekende zweefmolen is enorm populair bij de jeugd. Ook de botsauto's zijn erg in trek. In het plaatsje Groeningen filmt Kees Ducé nog snel de oudste inwoner van het dorpje. Ondanks zijn 94 jaar werkt hij nog graag in zijn groentetuin. Op bezoek bij boerderij Op de Voort in Groningen. Hier maakt de familie Ducé niet alleen kennis met het dagelijkse agrarische leven, maar ook met het zware en noeste boerenwerk. Thank you.
deze periode wordt het land nog handmatig bewerkt met paard en ploeg. De talrijke korenvelden worden gemaaid met een zelfbinder. Het torsen van het koren is een heel kawaii met veel handenarbeid. Tijdens hun vakantie bezoekt de familie ook het kasteel Hattert in Vierlingsbeek. Dit kasteel stamt uit de eerste helft van de 14e eeuw en is lang in handen van het geslacht van den Hattert. Als men in 1945 terugkeert, is het kasteel, net als veel andere gebouwen, totaal verwoest tijdens de slag om Overloon en Venraai in 1944. Op bezoek in het dorp Bergen. Opvallend is hier de losse oude toren bij het kerkhof. Ook hier heeft de oorlog zijn sporen achtergelaten. Het dorp Maassees is natuurlijk bekend als havenplaats aan de Maas. De Maas is voor de oorlog al een drukke vaarroute. Dagelijks passeren de nodige vrachtschepen.
Wanneer een schip in de haven van Messees is afgemeerd, mag de familie Ducé van de schipper zijn schip komen bezichtigen. Van oudsher is de Maas ook geliefd voor recreatie. Wie heeft er niet op de Maas geroeid? Of gewoon een frisse duik genomen in de Maas, zoals de kinderen Ducé. Goed kunnen zwemmen is dan ook wel een must. Massees na de oorlog, ook hier hetzelfde beeld. Massees is net als andere dorpen zwaar beschadigd. Door terugtrekkende Duitsers zijn de silo's van graanhandelhavens opgeblazen. Veel woningen zijn vernield. Ook de kerk en het kerkhof zijn zwaar beschadigd.
de familie Ducé in Gijsteren. Via de omgevallen boom de beek oversteken blijft nog altijd een sport. Blootvoets door de beek flaneren tot aan de Rosmolen is een leuke belevenis. Aangekomen bij de Rosmolen komt de familie Derks nieuwsgierig polshoog te nemen. Wat is er allemaal aan de hand? De watermolen is dan nog geheel intact. Fietsend en wandelend brengt de familie Ducé ook een bezoek aan Venraai. Wanneer men na de oorlog terugkeert, treft men een zwaar gehavend Venraai aan. Met name de Grote Kerk is één grote ruïne. Het Heilig Hartbeeld aan de Paterslaan blijft evenmin bespaard en is zwaar beschadigd. Op de terugweg naar het vaste logeerhotel De Vier Linden in Vierlingsbeek worden de vakantiegangers nog eens geconfronteerd met de sporen van de oorlog in deze regio. Dan zit de vakantie erop. De familie Ducé op weg naar het station in Vierlingsbeek. Met een laatste groet van filmmaker Kees Ducé en zijn familie vertrekt de trein richting Bussum, uitgezwaaid door vrienden en bekenden. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Jambo en Stichting Nelissen Smitfonds.